altijd in gesprek. Bij de Belastingdienst hebben we sinds kort een functioneringsgesprek in plaats van het verplichte beoordelings- en voortgangsgesprek. Dat functioneringsgesprek vindt 1 keer per jaar plaats. 1 keer per jaar maar? Ja, dan wordt het officieel vastgelegd. Maar vaker mag ook natuurlijk. Ik wou wel zeggen, ik functioneer elke dag. En ik praat er ook over hoor, met mijn leidinggevende. We lopen vooruit op de planning. Kunnen we even sparren over die wetswijziging? Ik wil graag een vervolgcursus doen. We moeten praten over Henk. Gek word ik van die man. Ja hoor, ik neem die klus van Johan er wel bij. Vandaag werk ik thuis. We lopen iets uit de planning nu. Want iedereen is ziek. Heel fijn. Dat is dan afgesproken. Gezondheid. Kijk, dat is nou eigenlijk precies wat ik wilde uitleggen. Omdat je al heel regelmatig met je leidinggevende in gesprek bent, zijn jullie allebei op de hoogte van jouw ontwikkeling en van je dilemma's. En je ambitie natuurlijk. En waar hebben we het dan nog over in het officiële gesprek? Nou, dan maken jullie concrete afspraken over 8 vaste onderwerpen. Hoe heb je het gedaan? En wat spreken we af voor de komende periode? Waar zie je groei? En hoe kan jouw leidinggevende je daarbij helpen? Denk je misschien aan een andere functie? Of werkplek? Welke dilemma's kom je tegen in relatie tot je werk? Hoe zit het met nevenwerkzaamheden? Ben je flexibel als het gaat om werkplek en tijd? Hoe ervaar je je werkomstandigheden? Ja, en ook niet geheel onbelangrijk, de verdiensten. En wat gebeurt er dan vervolgens met dat gesprek? Nou, daar maak je samen met je leidinggevende een verslag van. En als jullie het er beide over eens zijn, dan gaat het in het dossier. Oké, nou, ik spreek je, hè? Afgesproken. Wat moet ik nog zeggen? Het functioneert vanzelf volgens mij, toch?